just another election. And we're not stupid. We will move this country forward. I believe in America. De vicepresidentskandidaten voor het voetlicht, Biden en Ryan in debat. Wij spreken met de democraat die Ryan speelt bij de voorbereidingen. En het vrijwilligersleger van Obama. We gaan undercover. Welkom in Cuyahoga County. Ik ben in Cleveland, Ohio en je ziet, er wordt al druk gestemd hier. De verkiezingsdag is toch echt pas 6 november, maar 30% van de Amerikanen stemden bij de vorige verkiezingen vervroegd. En dit keer zou het wel eens 40% kunnen zijn. Waarom? Omdat het handig is, omdat je er dan maar vanaf bent. Omdat het vaak lang duurt, er zijn vaak lange rijen op de verkiezingsdag zelf. En omdat mensen nu graag hun voorkeur duidelijk willen maken. You know you got it done and it makes you feel a little proud that you got it done and you got it done early. Procrastination can keep us from having a president. So I wanted to make sure I didn't procrastinate, that I voted early. Why vote early? Well, I want my vote to be counted. I feel that my forefathers went through a whole lot for me to vote this day. So I'm going to cast my vote. Why not wait till election day? Well, I just want to be out there and I want everybody else to know. Go out there and vote. Vote early so we can be counted for. Ja, zo staat Amerika dan te stemmen met kartonnen wandjes en wankele tafeltjes. Maar eerst Biden en Ryan, de vicepresidentskandidaten. Zij debatteren deze week. De mannen zijn natuurlijk vooral aangenomen om hun opponent aan te vallen en hun bazen te verdedigen. Ze spelen altijd een beetje tweede viool, maar deze week Biden en Ryan in de schijnwerpers. De held van conservatieve republikeinen. Zij konden hun geluk niet op toen hij werd uitgekozen door Romney. Paul Ryan is een frisse verschijning en kan de brug slaan naar jongeren, zoals hij deze week deed in het belangrijke Ohio. Het congres dit uit Wisconsin doet vrouwenharten op hol slaan. And I know that you're the, one of the biggest thorns in Obama's side and I praise you for that, St. Paul. I praise you. Maar er zijn ook demonstranten die boos zijn over zijn plannen om het sociale stelsel te hervormen. Wat wil Ryan nu precies? Gevraagd naar details over korting op belastingaftrek blijft hij vaag. You haven't given me the math. No, but you, well, I don't have the time. It would take me too long to go through all of the math. Ryan wordt vooral ingezet om de president te pesten. You know what? If he can't change Washington, then we need to change presidents. And that means we need to elect Mitt Romney. Ryan wordt wel Romney's zesde zoon genoemd. De mannen kunnen het goed vinden. Hij heeft ongeacht de uitslag van deze verkiezingen een gouden toekomst bij de Republikeinen. America is coming back. We're not going back. We're going forward. Joe Biden is nu 4 jaar vicepresident en daarvoor 36 jaar senator. Obama zet hem vaak in bij onderhandelingen over wetgeving. Joe mag als laatste advies uitbrengen voor de president beslist. Biden is populair onder laagopgeleide kiezers die Obama maar te intellectueel vinden. Maar hij verspreekt zich soms, zoals over de middenklasse. This is deadly earnest. How they can justify. How they can justify. Raising taxes in the middle class has been buried the last 4 years. Nou, die afgelopen 4 jaar was je zelf aan de macht, Joe. Republikeinen zoals senator Rubio zijn maar wat blij met Bidens blunders. No, don't boo. He's the best thing we got going, guys. Even waren er twijfels, zou Obama dit keer een andere running mate kiezen? Maar nee, hoewel ze bijna nooit samen op campagnepad zijn, staat Joe op het stembiljet. Nu maar hopen dat er geen typische Biden-uitglijders komen. De debatten zijn heel belangrijk en Joe Biden gaat het opnemen tegen Paul Ryan. En in oefendebatten krijgt Joe Biden daarbij hulp van een parlementslid dat Ryan goed kent. En dat parlementslid wil met ons praten omdat hij van Nederlandse afkomst is, Chris Van Hollen. How are you going to help Joe Biden? I'm looking forward to helping the vice president because I'm the ranking senior Democrat on the budget committee. Paul Ryan, of course, is the chairman. So I not only know the arguments he makes, which the vice president is very familiar with, but I also know how Paul Ryan likes to present his arguments. And in my view, the Romney-Ryan plan would be very bad for a country. But sometimes they make the plan sound very nice and good. And so it's important that we rebut that in a way that's effective with the American people. Do you think that Mr. Ryan can get under the vice president's skin? Look, the vice president's been doing debates for a very long time. So I don't think that's going to be a question. How will you help in getting out the vote and why is that so important? Well, this is going to be a very close election and no one should take it for granted. It could come down at the end of the day to
a few votes, and so we're just letting people know how important this is, what the stakes are, how important it is that they go exercise their right to vote and have a responsibility to do so as citizens in a democracy. So tell me about this Dutch caucus. What do you guys do? You just sit around and talk about the Netherlands or something? It's a group of people, some who have Dutch heritage, like Van Hollen, some who don't, but also are friends of the U.S.-Dutch relationship. And so our goal is to work with the ambassador here, work with others, and continue to strengthen and build U.S.-Dutch relations, which are very good from the founding of the United States, the very earliest days, until now. And we have a very strong relationship, whether it's cultural, whether it's economic, whether it's political and military security issues. So we're very grateful to the Dutch for being part of a partnership that we think works for both countries. And your name is Van Hollen. That sounds really Dutch. To how far does your family history go back? My Dutch ancestors came here in the late 1700s. Oh, you're like early. So yes, to Baltimore, moved to the city of Baltimore in Maryland. So I'm still in the process of trying to trace things back, although my grandfather sort of has the lineage and traces it back to the Netherlands, but came to the United States via Germany in between. So I hope to find the actual original ancestral home of the Van Hollens at some point. You have to come by one day. I would like to do that. Thanks so much. Op onze digitale tour langs de verkiezingsstaten komen we aan bij Kansas in het midden van het land. Topeka is de hoofdstad. Het is een beetje flyover country, wordt hier gezegd. En daar vlieg je overheen op weg naar interessantere gebieden. Een platte landbouwstaat met zo'n 2,9 miljoen inwoners, wat zich vertaalt in 6 kiesmannen. Ja, Kansas is bekend van het graan. Er wordt hier heel veel landbouw, de graanschuur van Amerika. En ook bekend vanwege Dorothy, de film The Wizard of Oz. Toen zij in Oz aankwam, zei ze tegen haar hondje: "We're not in Kansas anymore, Toto." En dat is een uitdrukking die Amerikanen nog steeds gebruiken. Als je iets meemaakt dat je nog nooit hebt gezien of een plek denkt, waar ben ik nou terechtgekomen? Dan zeg je: "Well, we're not in Kansas anymore." Dorothy kwam er overigens via een tornado. Dan heb je er hier heel veel van. Staat Kansas ook onbekend. En ook een bekende Republikeinse president die hier vandaan kwam, Dwight D. Eisenhower, werd geboren in Texas, maar is hier opgegroeid. Overigens was ik zelf ooit in de geboorteplaats van Bob Dole, die in 1996 probeerde om Bill Clinton te verslaan. Dus best veel belangrijke politici, republikeinse politici uit Kansas. En dat zien we ook als we kijken naar de eerdere uitslagen. Het is echt republikeins land hier hoor. Kijk maar, 2000. 58% van de mensen stemt voor Bush, veel minder voor Al Gore. 2004 zien we dat ze ook hier weer blijven staan achter George Bush. 62% van de stemmen krijgt hij dan. En ook in 2008 is duidelijk dat ja, de Democraten hier niet veel kans hebben. 57% van de mensen stemden op McCain. En ook dit keer zal het republikeins oord blijven, Kansas. Harde aanvallen over en weer. We zijn de laatste weken ingegaan en dus een verse lading campagnespotjes. Who will raise taxes on the middle class? Barack Obama and the liberals already have. To pay for government-run healthcare, you'll pay higher taxes and more for your medicine. And their plan includes $1 trillion in higher taxes, even on the middle class. Mitt Romney and Common Sense Conservatives will cut taxes on the middle class, and they'll close loopholes for millionaires. Obama and his liberal allies, we can't afford 4 more years. I'm Mitt Romney, and I approve this message. I'm Barack Obama, and I approve this message. He says, President Obama and I both care about poor and middle-class families. But this is what the budget plan Mitt Romney supports actually does. More huge tax breaks skewed to the wealthy, while cutting nearly $800 billion from Medicaid. Even though middle-class families rely on Medicaid to help loved ones cover nursing home care, and it helps parents support children with disabilities. If Mitt Romney really cares, wouldn't we see it in his priorities? En van het stemlokaal zijn we nu in de coulissen van het eerste presidentiële debat. Terwijl het verkiezingscircus doordendert, krijgt dit programma tijdelijk steun van Thijs Roes. Ik heb aan hem gevraagd om zich voor ons helemaal onder te dompelen in die spannende strijd. En dan niet zoals ik als verslaggever netjes aan de zijlijn. Nee, Thijs wordt één met de campagne en met de kiezers. En deze week is hij een dag lang lid van Obama's belteam. En dat blijkt nog moeilijker dan je denkt. How are you doing? I'm here to campaign for Obama. Nice. Let's get started.
So we're going to call people in their neighborhood? Absolutely. We're going to let them know that we're here and that we need volunteers to help us out. Obama heeft een leger achter zich. Bijna 700 kantoren met vrijwilligers die lijsten met kiezers afwerken. We know everything about these people. Yeah, their name, their address, their political party. People, people, gotta get over before we go under. Hi, my name is Thijs. I'm a volunteer with President Obama's grassroots team to help us re-elect President Obama. Do you want to join us? Ik dacht lekker charmant. Campagne voeren voor Obama, maar het lijkt er het meest op alsof ik iemand een lidmaatschap van een boekenclub ga aansmeren. Nou. Disconnected. Geen gehoor. Hi, my name is Thijs and I'm a volunteer with the Obama campaign. How are you? Would you be willing to volunteer for him too? Oh, okay. Good luck on the surgery. Please check the number and dial again. Hi, this is Thijs with the Obama campaign. Is Joseph there? Oh, really? I'm so sorry. Ik wist meteen niet meer wat ik moest zeggen. Wat zeg je nou tegen iemand? Ja. Oh, wat vervelend van uw man. Maar gaat u misschien wel campagne voeren voor Barack Obama? Oké, dit gaat dus nergens heen. Misschien kunnen de andere vrijwilligers hiermee motiveren. If we can get one person can come in and make 100 phone calls. To get people motivated, you know, and that's phenomenal. I'm fired up and ready to go, as the campaign says, and you'll find that other people will make you feel like fired up and ready to go too. Fired up! Fired up! Fired up! We just changed. We got a brand new fucking president. Ik ben helemaal fired up, ready to go. Ik heb zelfs mijn bijzondere Amerikaanse onderbroek aan. Nu ben ik nog steeds benieuwd. Hoe zorg je nou dat het campagnevoeren een beetje interessant blijft? Nou, daar hebben ze vast iets op verzonnen. Let's get together and base. Let's get together. Dat is dus bellen in een park. Sitting at home, it's easy to say I'm not going to bother. Or I'll do it later. I'll do it later. But if everybody else is doing it, you know, it's kind of, you got to join in, right? En dan zit er dus nog maar één ding op. Thank you for taking my call. How are you today? Bellen, bellen, bellen naar zwevende kiezers. Okay, thank you so much. Oh, you are a strong Obama supporter? Great. He wants to continue building an economy that's built to last. Economy that's built to last. Built to last. Okay, so I'm gonna write you down as... Oh, you mean he's destroying this country? President Obama has not raised taxes. He has cut taxes. So you're afraid that he's gonna take away your guns? Nou, ik snap nu wel waarom Barack Obama zo'n enorm leger aan vrijwilligers heeft. Want wat duurt het allemaal lang, zeg, voordat je eerst een keer iemand aan de lijn hebt, voordat je iemand hebt overtuigd. Ik bedoel, het is wel ontzettend leuk om eens te zien dat mensen zo gedreven zijn en ze geloven echt in hun president. Maar ik had gehoopt dat het misschien iets minder werk was. Het komt nu aan op organisatie. Dit is de stembus, daar moeten die biljetten in. En wie krijgt de meeste mensen naar de stembus? Wie krijgt zijn achterban zover dat ze ook echt gaan stemmen? De laatste weken zijn we ingegaan, nog maar 4 weken te gaan. Obama versus Romney, het wordt spannend. Blijf ons volgen.